Mirjam, leuk dat je hier bent vandaag bij Sietsemiet Meeting Plaza Utrecht. Ja, ik vind het leuk hier te zijn. Ja. En net weer meegedaan aan een host to transform sessie. Dus ik ben weer helemaal fris en fit voor de middag. Leuk. Ja, we hebben net ook samen even geluncht met de mensen die ook in die groep zaten. Wat vond je van de sessie vandaag? Ik vond het leuk. Leuke groep. Best wel een grote groep. Ook gemêleerd gezelschap. Mensen die bezighouden met communicatie. Mensen die zich bezighouden met hele andere dingen dan waar ik me mee bezighoud. En dat vind ik eigenlijk altijd het leukst. Je weer allerlei nieuwe ontmoetingen doet. En je echt laat verrassen door wat er nog meer allemaal speelt in de wereld. Absoluut. En wat ik ook heel leuk vind is dat ik nu nog steeds mensen zie napraten. Na de lunch, terwijl iedereen aan het werk is, zijn er nog wat duo's. Ja. Nog even aan het bijbabbelen en aan het netwerken. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, ik zeg ook wel eens van de kinderen die eruit voortkomen, daar zie ik graag nog de kaartjes van. Of de huwelijken die eruit ontstaan. Ja. Misschien wel bedrijfshuwelijken. De bedrijven, ja. De coöperaties die eruit voort kunnen komen. Ja. En de projecten. En mogelijk zelfs bedrijven. Maar projecten zal al heel mooi zijn. Ja. Ja. Ja, we hadden net een groepje HR, communicatie, sales. Ja. En creatievelingen, innovatie. Ja. IT. Nou, te gek. Samen waren we een bedrijf. Opsluiten in een hok en dan komt komt helemaal goed met thuis. Ons. Ja, precies. Ja, Mirjam, leuk dat je hier bent om even met mij te bespreken van wat jij doet. Want ik vind het heel erg interessant ook in de situatie waar jij je nu in bevindt. Ook zoekende van waar ligt je passie, je drive en hoe koppel je dat aan ook meerwaarde creëren voor de mensen om je heen. Want je bent volgens mij ook heel erg, hè, meer Mirjam, een gevertje, bedrijf. Geloof ik. Precies. Hè? Heel leuk. En dus eigenlijk is mijn vraag heel kort, wat doe je op dit moment en waarom doe jij wat je doet? Ja. Nou, ik doe best wel veel. En ik zag laatst, dat heet Slashy. Leuk, ik zit ook in een hokje. En. Allereerst hou ik me heel erg bezig met gedragsverandering van medewerkers die met de auto naar het werk gaan. En ik hou me bezig met een campagne. Ik ben mede-eigenaar van een campagne. En we proberen automobilisten op de fiets te krijgen. En door middel van communicatie, uitingen, acties, een heel jaar door doen we allerlei ludieke uitingen en zorgen dat mensen aan boord krijgen. Het is een vitaliteitscampagne, een duurzaamheidscampagne. Gaaf, ja. Daarnaast doe ik ook nog een opleiding, want ik word nu opgeleid tot stresscounselor. Daarmee wil ik aan de slag ook met groepen en individuele cliënten om aan de slag te gaan met vitaliteit en stress. Dat past natuurlijk ook heel erg bij die andere vitaliteitscampagne. Ja. En ik doe ook nog iets met honden. Ik ben al 21 jaar hondendeskundige. Kijk, ja. Te gek. En waarvoor zou je nu benaderd willen worden als je moest kiezen tussen die drie? Nou, ik vraag mensen nu, en dat merk ik ook in de Host the Transform sessies, dat ik ze met name benader voor mijn opleiding. Omdat dat is voor mij nog nieuw. Ik ben een opleiding tot coach en stresscounselor. En ik merk, ik zoek proefcliënten bijvoorbeeld. En dat is eigenlijk een hele leuke vraag als ik met mensen in gesprek ben. Het heeft me ook al dingen opgeleverd bij een hostsessie. Ja? Ik mag over 2 weken bij Seeds to Meet ga ik 3 Host the Transform sessies organiseren. En ik ga met mijn medestudenten gaan we coachinggesprekken aanbieden aan de ZP'ers die er werken. Te gek! Dat is gewoon heel erg leuk. Het is voor ons oefenen. Maar ja, ook toch al een eerste stap in een netwerk. Kijken wat gebeurt daar met mij, wat gebeurt er met die mensen en wat wil ik precies gaan doen. Dus dat is heel en die leuk. Studenten, zijn dat de mensen die met jou de opleiding doen? Ja, dat zijn medecursisten. Dus mijn intervisiegroep eigenlijk. Ja, wat te gek. Dus en ik zat in een Host to Transform sessie met een locatiemanager van Seeds to Meet. En die kwam erachter dat ik dus me bezig hou met stresscounseling. Nou, ze zei, hey, de week van de werkstress komt eraan. Kun jij iets voor mij doen? Te gek. En daar is de verbinding weer gelegd. Wow. En dat reikt dus uit naar ook mijn medestudenten, die nu ook allemaal enthousiast zijn. En zeggen, hey, nu kunnen wij gaan oefenen. Ja, dus jij geeft ook graag het stokje weer door. Ja, heel graag. Ja, ja. Graag breed en verbinden. Dat is mijn passie. Een ecosysteempje om je dat heen. Dat is fijn. Ja, gek. Daar word ik blij van, inderdaad. Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel een mooie vraag. Je hebt deels misschien al wel beantwoord van waarom doe jij wat je doet? Ja. Want het ligt misschien niet eens zozeer in het vakje van ik ben stresscoach of ik ben hondenbegeleidster. Er zit misschien wel iets onder. En wat is die drijfveer?
Als je het kan omschrijven. Nou, als het heel, heel erg op metaniveau, zeg ik altijd van, op mijn manier draag ik bij aan het maken van een betere wereld. Mm-hmm. En dan voor dieren, ik ben heel gek op honden, dus voor honden met mijn kennis, maar ook zorgen dat ik mensen in een ander proces zet en ze daarbij help en begeleid. En dat wil ik ook doen met de stresscounseling. Ja. En het liefst ook in groepen, omdat ik het heel fijn vind van de groepsdynamiek. Dan heb je toch te maken met de synergie. Ze leren van elkaar, mensen leren van elkaar. En als ze het alleen moeten doen, is het toch best wel moeilijk. Dan zien ze het vaak als een obstakel. En ja, ik vind het heel fijn om het proces te begeleiden. Ja. Om bedding te geven aan zo'n leerproces. Mooi. En dat doe ik ook met mijn campagne, want daar zijn we eigenlijk toch wel sterk in het maken van een community. Ook binnen een bedrijf, binnen een organisatie, zorgen dat bedrijven veel fietsvriendelijker worden, veel positiever naar de fiets, dat de fiets echt een serieuze plek krijgt in de organisatie. Ja. Alles draaide altijd om leaseauto's. En nu blijkt toch, hè, je hebt nu de elektrische fiets. Fietsen wordt ook stoer en leuk. Ja. En, ja, en de fietsers krijgen ook een serieuze plek als voor mobiliteit in het bedrijf. Dus ja. Hele andere lading. Inhoudelijk is het allemaal geen anders. Geen sufferfiets, maar het wordt juist de gezonde. Juist, je denkt aan jezelf en juist, de wereld. En aan de wereld. Je bent intelligent bezig. Je bent met z'n allen goed bezig. Ja. Ja. We hebben bijvoorbeeld in de campagne nu de bikkelseizoen komt eraan. Dus iedereen die fietst is een bikkel. Maakt niet uit of je 1 kilometer fietst of 10. Te gek. Ja. Het gaat om dat community gevoel. En ik merk dat dat maar ook een drijfveer is van de dingen die ik doe. Ik hou van het begeleiden van communities. Ja, heel ook de mooi. Honden community zorgen dat het fijner is. Ja, te gek. Want dat is natuurlijk ook waarin wij elkaar ook hebben gevonden, denk ik, in Hosted Transform. Want je hebt ook 2 trainingen gevolgd. Klopt. Je bent practitioners. Master Practitioner. En dat vind ik heel stoer om jou er ook bij te hebben. Omdat je ook echt wel, nou ja, je bent wel echt een frontrunner. Je zet het al gelijk in op allerlei manieren. Ja. Zoals nu bij de Week van de Stress. Maar ja, volgens mij was je destijds ook van plan om bij je fietscommunity daar een keer in te gooien. Zeker. En ik heb afgelopen zomer, ik ga ieder jaar naar een vrouwenfestival. Het Lorelei Festival. En daar heb ik dus ook een hele groep vrouwen die daar nieuw op dat festival aankwam. Ja, dan is het een beetje zoeken. Veel mensen zijn alleen daar en zijn al uit hun comfortzone. En dan heb ik door middel van de Host to Transform sessie toch daar een verbinding neer kunnen zetten. En een verbindingscirkel, zoals ik het toen noemde. Maar het is gewoon Host to Transform. Het natuurlijk, maakt niet uit wat voor een sticker je er dan op plakt. Nee, wat hun het past was heel erg in hun leuk context. Het gaf vreselijk veel energie. En de mensen die elkaar daarna weer zagen, was het ook echt, hey, we hebben iets. Dan samen even wat koffie drinken. En, we hebben dat vlot gebouwd. Ja, we hebben iets geks meegemaakt. En we hebben ook gedeeld. Dingen die anderen niet van je weten. Ja. We hebben bijvoorbeeld, en dat kan op zo'n vrouwenfestival wat makkelijker misschien dan in bepaalde andere zakelijke context. Hè, van, wat deel je met elkaar? Wat heb je met elkaar gemeen? Nou, bij vrouwen is het natuurlijk leuk. Wat is your guilty pleasure? Ja. En dan komen daar gelijk, iedereen is dan heel open. Het leuke is in die setting is dat iedereen zo open is. Ja. Ook hier vandaag weer. Ja. Iedereen wil graag. Heel graag meedoen. Ja, dus, ik zag het ook. En soms heb je dan toch in een groep mensen die toch een beetje sceptisch zijn of wat weerstand. Ik weet niet of je het zo mag noemen. Misschien zijn ze wat angstig. Je kan niet in iedereen's hoofd kijken. Sommige mensen zeggen er is niet zoiets als weerstand. Het zijn gewoon vraagtekens, informatie die men nog mist. En één iemand zei, mijn doelgroep krijg ik gewoon niet aan het springen. Mm-hmm. En dan kun je wel eens niet een spelletje gaan spelen. Ik heb zoiets van, die uitdaging durf ik wel aan. Volgens mij krijg je iedereen aan het springen. Ligt eraan hoe je het faciliteert. En dat je heel goed met je framework weet van hoe leid ik het in zo'n sessie. Gaat het over neurologie, dat je hersenhelften elkaar ontmoeten? Of gaat het puur zang over hoe je die dag zo productief mogelijk doorkomt en dat er sales gedaan moet worden? Wat is het einddoel? Hoe leid je dat in? En hoe zie jij dat? Denk je van, sommige mensen krijg je niet aan het springen, dus ik denk dat er altijd mensen zijn die je niet aan het springen krijgt. Ja. Er zijn gewoon mensen die het echt, die verstarren en niet willen. Maar ik denk dat juist met een groep mensen, als je al het vooroordeel hebt van dat soort mensen gaat dat niet doen. Ik denk dat je dan ook wel heel erg vergist. Ja. Dus ik denk wel degelijk dat je met dat soort groepen gewoon dat soort dingen aan kan gaan.
wel denk ik dat het heel belangrijk is om je, om je warming up, zeg maar. Het verbinden eerst in een veilige, voor die mensen ook een veilige, prettige omgeving te doen. En inderdaad goed uit te leggen waarom je dingen doet zoals je doet. Ja. Soms sta je dingen te doen en denk je, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Maar iedereen is ook kind geweest. Een aantal van die oefeningen, die energizers zijn, dat ze, daarin komt heel veel plezier vrij. En ja, een blijdschap. Maar dat hebben we natuurlijk als kind ook allemaal gehad. Het is heel speels. Het doet me soms denken aan hoe fijn het was om als kind te spelen. Ja. Alleen, ja, dat mag gewoon. En ook met volwassenen is dat leuk. Net als toneel, theater. Ja. Het is heel erg leuk. Maar ja, je moet wel even durven. En uit die comfortzone. En als dat, ja, als je dat niet gewend bent, ook van huis uit niet. Mm-hmm. Bepaalde doelgroepen. Nou, denk aan veehouders wellicht. Ja, dan zou dat, die hebben dat misschien als kind ook al wat moeilijker gehad. Dan kun je tegen wat blokkades aanlopen. Ja. Maar dan kun je het misschien weer op een andere manier, wat simpeler doen. Het hoeft niet te springen, maar kunnen we, volgens mij hebben we een hele berg aan oefeningen. Ja, en die op verschillende manieren ingeschoten kunnen worden. Ja, dus het is, in deze context vind ik het leuk, omdat mensen de hele dag achter hun laptop zitten, om juist wel even te springen. Juist, Er was vandaag ook nog in het oog van morgen, op morgen, dat kinderen die bewegend leren in de klas, dat die sneller en beter leren. En dan denk ik, schrap even dat kind, zet het mens neer. Want volgens mij leren we allemaal beter als we in beweging zijn, letterlijk en figuurlijk. Nou ja, er zijn al twee dingen. Ik bedoel, er wordt ons verteld, zitten is dodelijk. Ja. Ik bedoel, langer dan een half uur zitten schijnt al gewoon helemaal niet zo gezond te zijn. Dat je ik leef niet lang meer, hoor ik al. Je mag bijna niks meer tegenwoordig. Maar goed, en inderdaad. Ja, dat springen, het klinkt ook wel heel logisch. Dat je hersenen activeert. En dat vind ik zo heel erg gaaf. En over twee weken ga ik zo de sessie geven in het kader van de Week van de Werkstress. Ja, van de werkstress, daar zitten we al letterlijk met onze schouders vast. We zitten helemaal met ons hoofd. We leven ook vaak heel erg in dat hoofd de hele dag. En dat hoofd doet het prima. Alles draait ook om je intellectuele capaciteit. Hoeveel werk krijg je gedaan? Heb je acties gedaan? We vergeten heel vaak om te zakken naar het hart. En dat klinkt misschien heel wollig en vaag. Maar als iedereen gewoon eerlijk is, ja, eigenlijk, waar gaat het leven ook om? Ja. Het is ook leven vanuit je hart. Doe je wel wat je echt wil? Leef je je passie? Maak je wel echt contact met mensen? Niet alleen maar over werkzaken, maar kijk elkaar echt eens even aan. En dat vind ik zo mooi van Noos Transform. Iedereen zit met die kop in die laptop. En daarna staat iedereen weer open. Je ziet ook letterlijk dat mensen weer helemaal hun lijf gewoon open gaat. Dat ze elkaar aankijken. Dat is soms ook best lastig. Heel vaak kijk je mensen niet aan. Maar dan in zo'n cirkel. Is er contact? Gezicht achter het gezicht. Ja. Dan zie je ook mensen. En dan, dan zit je niet meer alleen maar in dat koppie. Ja. Maar dan komen er ook dingen vanuit jezelf veel meer naar boven. Ja, waar je soms verbaasd over bent. Ja. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan dat we geloof ik maar, pak een beet, 5% van onze hersencapaciteit echt gebruiken. En dat de rest wel geactiveerd moet worden. En dat heeft dus weer met hart, hand en hoofd, head te maken. Ja. Hart, hand. Ja, nu heb ik hem. Ja. Staat in heel veel missie statements hoor. Maar dat is wel een mooie metafoor. Dat die drie wel, dat daar een soort van stroming in moet zitten. Anders, als je er eentje overslaat, dan is de schakel er al niet meer. Ja, nou bijna al het gedrag dat we een hele dag uitvoeren is gebaseerd op gewoontegedrag. Onze hersenen zijn gewoon echt best wel voorgeprogrammeerd. Ja. Nou, dat heb ik al gemerkt als hondentherapeut. Ook nu ik mijn opleiding doe als coach. Dus je loopt gewoon in je vaste patroon. Ja. En het leuke vind ik bij Host to Transform, moet je uit dat patroon. Hè? Jij zegt, stap uit je comfortzone. Nou ja, wat is je comfortzone? Dat is waar die patronen automatisch kunnen draaien. Dat is wat je kent. En om daar inderdaad die comfortzone wat op te rekken, ga je dus hele andere dingen doen. Ja. Je armen naar links en wat doet de ander? En wat doet dat dan met jou? En opeens lach je. En je lacht samen met een vreemdeling. Precies. En het maakt eigenlijk niet uit waarom, maar het is leuk om te lachen. En je haalt jezelf echt even uit je gewone doen en laten. Ja. Ik denk dat je daar, dat fitness for your mind, daarmee stretch je eigenlijk dat gewoontegedrag. Je hersenen worden gewoon geactiveerd. En je komt daar gewoon beter uit. Ja. Ja.
En ik vind altijd wel heel leuk om die nagesprekken te hebben. Want ik had vandaag ook iemand op bezoek die wellicht de trainingen willen bijwonen. Hij leidt ook een community. En het is best wel complex waar erin zit. Want hij heeft met een bestuur te maken en met zijn eigen team. En met een community die moet faciliteren. En de mandaten zijn allemaal niet heel erg eenduidig. En hij liet me weten van ja, maar als ik deze sessie met mijn team ga doen, ja, dan we hoeven niet alles van elkaar te weten. We hoeven toch niet te weten dat mijn moeder, een soort van kanker heeft. Dat hoef je toch niet allemaal te delen met elkaar. Ik had daar wel een antwoord op. Hoe zie jij zoiets? Waarom zou iemand dat zeggen? En wat? Nou, ik denk eigenlijk op het moment, ik moet zeggen, heel vaak is het toch wel positief of bijzondere weetjes. Maar als het zo is dat iemands moeder, en blijkbaar ligt dat dan op de tong bij iemand, als er iets ernstigs is. Maar het is heel menselijk om dat wel te delen, denk ik. En dan is het nog niet, ja, wat kan je er nu aan doen? Ja, niks, maar dat iemand dat deelt, dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Ja. We zijn allemaal mensen en je collega's zijn ook mensen. Dus ja, je hoeft niet ieder detail van iemands leven te weten. Maar het mooie is wel dat je soms bijzondere dingen weer te weten. En heel vaak is de context van Host to Transform wel vanuit je kracht. En natuurlijk op het moment dat je met je hart op je tong, omdat er verdrietige persoonlijke dingen in je leven gebeuren, dan is dat ook zo. Dan is het misschien juist ook mooi om even uit je systeem te hebben, precies, te benoemen. Ja. Soms doen we ook een check-in, hè, van hoe voel je nu, precies, in het hier en nu. Ja. Er was ook een keer een man zei, nou, ik ben het bijna van mijn fiets gereden. Ik ben helemaal van mijn apropos. Wow, ik moet even landen. Nou, maar even rustig aan. Ja, precies. Ik weet waar ik aan toe ben als facilitator. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, als je teamleider bent, dat hij een sick heeft, ligt niet aan mij, ligt niet aan het agendapunt. Nee. Hij zit gewoon met zijn hoofd even elders. Ja. Ik denk dat het trouwens voor iedere teamleider wel belangrijk is te weten wat er speelt. Maar ik denk, als mensen het niet willen delen, dan doen ze dat toch niet. Toch dus als niet, het iets persoonlijks is wat je niet kwijt wil, ga je dat niet delen. Ja. En als je echt rot in je vel zit, doe je vaak al niet mee aan de sessie. Want dan denk je, nou, ik laat hem even gaan. Dat is ook goed. Ja. Het moet niet allemaal. Het mooie is, dit is ook iets vrijwillig. Mensen doen mee. En sommige mensen kijken even raar misschien. Van, wat gaan we nou toch weer doen? Tuurlijk, dat krijg je. Ja. Maar ga daar even doorheen. Ga het doen. En dan zie je al heel snel dat mensen gewoon mee gaan doen. Ja. Dat is ook hoe mensen zijn. En ook dat geeft soms mensen wel weer het inzicht van, jeetje, door aan iets mee te doen waar ik op voorhand nog niet eens wist wat ik eruit zou krijgen, laat staan, ik wist nog niet eens wat het was. Ja. Dat ik daarin zoiets meega wat het me toch veel kan opleveren, dat is ergens ook wel weer een mooie leerschool. In de zin van, soms moet je ergens inspringen en je weet het niet. Misschien komt er heel veel uit, misschien niet. Maar dan heb je ervan geleerd. Ja. Voor een volgende keer. Er zijn natuurlijk mensen die het nog een beetje onwennig vinden. Ja. Dat is mogelijk. Ik zie wel de meeste mensen met meer energie vertrekken. Ja. Wat ik het meest opvallende vind, is dat je vaak elke keer een andere groep of een setting hebt. Dat mensen elkaar nog aankijken van, ja, wat gaan we doen? Sommige mensen hebben alles meegedaan, dus die staan al echt zo te wachten. Nou, wat gaan we doen? Maar, ja, want het is gewoon niet altijd hetzelfde. En iedere groep geeft weer een andere dynamiek. En iedere Totaal. Oefening. En ieder Voor moment ook. Want anders. Iedere dag voelt iedereen zich anders. Dus het geeft ook altijd weer andere interacties. En dat aan het einde van de hele sessie is er gewoon mooi woord, de transformatie plaatsgevonden. Want eigenlijk de groep is veranderd, de hele energie in de groep is veranderd, de energie in de mensen zelf, omdat ze dus heel hard hebben gelachen. Nou, lachen is zo ontzettend gezond, dus dat is er allemaal uit. Mensen hebben iets gedaan wat ze niet gewend zijn, dus ze hebben even, wat heb ik nou toch gedaan? En vaak zijn ze er ook wel trots op, kijk nou, wat leuk. Ja. Dit ben ik ook. En natuurlijk, voor jezelf. En je krijgt bijzondere vragen. Omdat natuurlijk op het laatste stuk is er vaak ook interactie waarin je wat over jezelf vertelt. Maar altijd een andere insteek. Dus het gaat niet allemaal van, wat doe jij? Dan wordt het een opsomming van wat je allemaal voor nuttige dingen doet. Wat natuurlijk heel belangrijk is van wie je bent. Maar mooier is nog inderdaad de vraag, en waarom doe jij wat je doet? Of wat is nou jouw passie? En hoe ben je daartoe gekomen? En dan ga je echt een hele laag dieper. Want dan gaat het niet meer over
wat iemand doet met zijn hoofd. Check. Maar dan ga je een laagje lager naar je hart. Wat doe jij? Waarom doe je dat dan? En dan wordt het een feest van de erkenning ook. Dan wordt het ook feest van herkenning. Ja. Van wauw. Ja, ja. Want heel veel mensen... Of misschien ook van, oh, confronterend. Wauw, dat wat zij doet, dat wil ik ook. Of wat hij doet, wat inspirerend. Ja. Je inspireert elkaar. En je laat jezelf ook echt zien. Ja. Want ja, als ik vertel, ja, ik ben coach. Ja, dat zegt ook niet zoveel. Maar als ik zeg, ja, ik ben Mirjam. Ik werk als coach en dat doe ik omdat ik mensen wil verbinden, de wereld beter wil maken. Ja. Want, ja. Hoe we begonnen. Dat is toch heel wat anders. En dus de transformatie voor jou, ligt dat voornamelijk op persoonlijk vlak? Of hoe zou je dit zien in organisaties? Waar ik ervaring mee heb, zie ik het nu op 3 niveaus. Ik zie het dat je transformeert op persoonlijk niveau, maar binnen de groep. Je ziet de groep die meedoet aan de sessie letterlijk ook transformeren. Van we staan allemaal in een cirkel, we kennen, ja, wat gaan we doen? Als je elkaar al kent, is het ook van, ja, wat gaan we dan doen? En daarna is iedereen in die groep gezakt en is er gewoon heel veel verbinding in de groep ontstaan. En op een andere manier dan anders. En weten mensen elkaar te vinden. En is er dus veel meer openheid. Dat is binnen de groep die de sessie doet. Maar daarbuiten ontstaat ook nog, als mensen vaker meedoen en het ervaren, wordt het ook makkelijker om contact te leggen. De mensen waar ik een jaar geleden een sessie mee heb gedaan, die herken ik nog. Want daar heb ik namelijk persoonlijk contact mee gehad. Dus als ik die tegenkom, is het ook veel... Het is warmer. Dus het is een warmer contact. Je pakt hem gelijk op. Het gaat niet over het weer per se. Ja. Nee, het is van, hoi, we hebben een keer interactie gehad. Hoe is het met de honden of met de fietsen of whatever. Ja. En daarbij, wat ik ook leuk vind, is op het moment dat ik iets uitwissel met één persoon, dat daar mijn netwerk achter mij staat en het netwerk van die persoon achter die persoon staat. Ja. Dus dat betekent dat niet alleen wij als individuen met elkaar uitwisselen, maar op het moment dat wij uitwisselen, al mijn projecten en alle projecten bagage van persoon, van een ander. Ja, ja. En nou ja, het voorbeeld dat ik net vertelde, dat ik gevraagd werd om iets te organiseren voor de Week van de Werkstress, ik neem dan gelijk mijn collega's mee. Dus, dus er zijn gelijk veel meer mensen betrokken. Ja, die leren Sietsemiet weer kennen, die leren daar mensen weer kennen. Misschien ook het concept host transform. Juist. Je weet nooit hoe dat soort dingen lopen. Ja, te gek. En het is ook al voorgekomen dat mensen elkaar weer ontmoeten op Bali of zo. Dus dat zie ik ook als wanneer heb je het over maatschappelijke transformatie? Dat is natuurlijk net iets meer metaniveau en niet heel makkelijk tastbaar. We hebben ook vorig jaar in januari hebben we tijdens Blue Monday hier op Hoge Catharijnen een sessie gegeven waarbij we gewoon wildvreemde mensen van de straat plukte en wat opeens, nou ja. Hè, dat... Maar dat vind ik dan wel weer inderdaad op metaniveau, dat idealisme. Ja. Want die overvloedgedachten, delen, verbinden met elkaar. Wat zou dat toch mooi zijn als mensen elkaar meer zouden weten te vinden. Ja. Dus dat ook in je buurt, dat je zoiets zou kunnen doen. En dat mensen elkaar, want daar heb ik ook wel over gefantaseerd. Oh, zou ik iets met de buren, met je al kunnen doen. Dat zou heel erg mooi zijn. Dat mensen gewoon net even een andere manier met elkaar in contact komen. Ja, want dat is echt die eeuwige tweestrijd. We willen allemaal nog individualistisch zijn. Ja. En jij bent ook eigen ondernemer. Oh ja. Dus en ik ben ook ontzettend individualistisch. Precies. Maar ik geloof wel in synergie. Ja. Dat ik me als individu wel kan verbinden aan een ander. En dat daar ook wel meer uitkomt. Dus Dus dat is, ik denk wel dat het mogelijk is. Dus dat je echt vanuit je kracht, je weet wie je bent. En daardoor weet je ook wat je kan aanvullen bij iemand. Of wat je nodig hebt. Precies. En dat heeft soms wel eens tijd nodig. Want dat is ook een proces om daarachter te komen. Ja. En tijdens die sessies kun je daar ook achter komen. Want dat is misschien nog wel een mooie vraag. Ik heb deze sessie ook gehouden bij professionals. En die werken in organisaties. Wat was zij? Zij was geloof ik ook teamleidster bij Bank X, noem ik maar even. Ja. En zij zei, ja, maar yes, die vraag van waarom doe je wat je doet, die kan ik niet stellen. Als je snapt wat ik bedoel. Want mensen zitten in een organisatie. Ja, omdat ze misschien niet zitten op de plek waar ze willen zitten. Ja. Of misschien moeten ze eruit, want er is reorganisatie. Of, ik kan nog 10 redenen bedenken. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan? Vind jij dat het een vraag waarom is? Waarom doe je wat je doet? Ja, als iemand heel hard zegt, ja, voor het geld. je kan natuurlijk... Dat is toch een antwoord. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen, denk ik, die werken voor het geld. Ik mis nog een laag en ik denk, je mist, je kunt jezelf meer verrijken. Kijk, als mensen het lastig vinden,
je kan het ook, de easy way out is om het anders op te lossen. Van waar word jij gelukkig van? Of waar word jij blij van? Welke dingen in jouw werk maken wie jij bent? Of wat? Nou goed, het gaat mij niet zozeer om van welke vraag kunnen we stellen. Ja. Het is voor mij meer waar het dan ook een beetje geschuren. Dat vind ik altijd interessant. Want aan ondernemers kunnen we, blijkbaar is het gelegitimeerd om te vragen waarom doe je wat je doet. En ieder ondernemer zit in zijn passie. Klopt. Wat natuurlijk ook niet waar is. Nee. Heel veel mensen doen het ook uit schaarste. En we moeten toch brood op de plank. Maar in organisaties heb je natuurlijk ook het hele facet van mensen van... Die weten wat ze doen tot en met ik doe maar wat. Ja. Want ik ben op 10 jaar geleden ben ik hier naartoe gehengeld via een traineeship. Ja. Wat ook prima is. Maar meer die bewustwording. Vind jij dat, dat je de mensen dat dan niet kan aandoen, zo'n vraag stellen? Ik begrijp wel dat sommige bedrijven denken van privé en werk. Ja. Hè, daar zit een lijn tussen. Maar is dat wel zo? Is dat, ik denk dat je er vanuit moet gaan. Want als jij... Ik moet er soms wel om lachen. Ik sprak laatst iemand die werkt 40 uur, helemaal over de kop. Is eigenlijk ongelukkig. En zegt, ik ben aan het overleven. Doe dat al jaren en dat blijf ik doen tot kinderen groot zijn. Ja, dat kan. Dat kan. Maar ik denk juist door dit soort dingen wel aan te bieden in het bedrijfsleven. Dat je mensen toch weer laat nadenken. Ja. Ik denk dat een bedrijf er ook wat aan heeft. Als medewerkers gewoon wel persoonlijke vragen krijgen. Ja. Het gaat erom, wie ben jij, de persoon achter die functie? Ja. Wie ben jij en wat wil jij? En als er dan wat migratie komt in functies, of dat mensen... Ja, is dat niet alleen maar beter? Ja. Denk ik dan. Wauw, want... nog een skill ontwikkelen. Stel je voor. Nee, maar goed, mensen houden heel erg vast. Hè? Aan de broodgever, ik weet niet. Ik denk dat het zou eigenlijk heel gezond zijn als mensen in het bedrijfsleven ook... Gewoon eens over dat soort dingen wel nadenken. Ja, en al delen. Weet je het van... was laatst ook bij de provincie Noord-Holland... dat iemand zei... ik heb eigenlijk heel weinig affiniteit met stukken maken. En zij vond het leuker om mensen in beweging te krijgen. En ze heeft nu iemand die dat voor haar heel graag wil doen. Want zij vindt dat... Die andere persoon vindt het zo leuk. Nou, dat kan zij niet bedenken. Dat iemand dat leuk vindt om stukken te maken. Juist. Nou, ze hebben dus nu een soort informele switch. Ja. Maar als het werk maar wordt gedaan. Ja. En prima. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk... Ik denk dat gewoon... Dat zou een mooi toekomstbeeld zijn. Dat mensen... Ik denk inderdaad dat... Maar als je er niet naar vraagt, kom je er ook niet achter. Ja. En dan blijft iedereen op zijn tanden bijten en doormodderen met wat niet bij hem past. Ja. Dus ik denk heel goed dat het een hele goede vraag is. En dat het ook heel goed is dat het bedrijfsleven medewerkers gewoon even wakker schudt. Hé, wie ben jij nou? Ja. Moderne bedrijven, zoals Google, die continu aan persoonlijke ontwikkeling. En ga even spelen tussendoor. Ja. En hoe is het met jou? En wie ben jij? Ik denk... Die zoeken dat heel erg op. Je zoekt de creativiteit ook van je werknemers. Je zoekt ook de persoon op. Privéleven in het werken coöpereren. Ja. Ik kreeg net ook nog een vraag van iemand. Of de leidinggevende die zei van... niet iedereen hoeft alles van elkaar te weten. Weet je wel? En die was wederom heel erg bang dat er informatie op tafel zou komen... wat niet bijdraagt aan het geheel van het bedrijf. Maar dan zie ik ook een soort van... onderschatting aan het personeel. Je gaat toch niet dingen vertellen in een groep gooien die je niet wil vertellen? Nee, dat denk ik ook. En volgens mij doen we dat ook niet op een dwangmatige manier. Nee, ik vind het toch verbazendwekkend dat als een soort van... Maar ik vind het wel interessant. Wat is de angst? Waar ben je nou eigenlijk bang voor? Wat is nou precies wat je... Worst case, wat kan gebeuren. Ja, ja. En ik denk eigenlijk dat... dingen die we te weten komen zijn vaak best ook speelse dingen. Ja. Bijzondere ontdekkingen. Al is het maar, we zijn allebei, hebben dat met elkaar gemeen. Wat leuk dat we dat met elkaar gemeen hebben. Ik zie een herkenning in jou. Ja. En vaak gaat het gewoon over hele gewone dingen. Ja, de gewoontes die juist weer heel veel vrijheid geven om dingen met elkaar te doen. Dat wist ik niet van jou. Dat is bijzonder. Ja. Dat is ook wat we vragen. We gaan niet vragen naar hele heftige dingen. Nee, het is geen therapie. Nee. Absoluut niet. Nee, precies. Het zijn eigenlijk hele basale vragen die soms te weinig in mijn optiek gesteld worden. En die ik vroeger ook al wat eerder had willen horen. Ja. Ik zit te kijken. Voor de luisteraars ook, hè? Wat zijn nog wat tips die jij kan geven op hun werk? Om misschien wat meer reuring te krijgen. Heb je daar misschien
Een idee voor, ze kunnen natuurlijk een host transform sessie mee gaan doen. En natuurlijk wil ik ze heel graag trainen. Ja. En dan neem je dit de toolkit mee. Ja. Maar misschien heb je vanuit je eigen beleving nog iets van, nou, probeer dit eens. Om inderdaad meer die de lol, de energie, de verbinding, betrokkenheid en ook echt de kennisuitwisseling en het creëren van nieuwe competenties misschien zelfs wel en ideeën, om dat te kunnen faciliteren. Heb je daar nog een idee over van wat zij kunnen doen morgen als ze hun werk binnenstormen? Nou, ik denk gewoon toch in het kader hiervan is dit een hele leuke manier. Ik moet eerlijk zeggen, je overvalt me een beetje met de vraag van, goh, wat zou ik dan kunnen bedenken? Misschien nog een oefening die je met Host Transform hebt gedaan, of je denkt, dat kun je met z'n allen best wel gaan doen. Lekker springen met z'n allen. Ja, ja. Even lekker een gekke oefening. Goede bieten doorheen, muziekje. Precies, even klappen. Even, nou ja, het is natuurlijk lekker om eens wat anders te doen in je lunchpauze. Hè? Niet altijd. Je had het een keer over deze. Ja, precies. Nou, je hebt de luisteraar die ziet. Je hebt hier je thymus, even kijken, zo onder je keel. Je hebt zo'n gaatje in je keel. Als je dan een beetje naar onder gaat, daar zit je thymus. Dat is een klein orgaantje. Ja. Als je daar met de muis van je duim op klopt, net als een Indiaan. Dan staat gelijk, even de halve minuut kloppen, staat gelijk als een kwartier een lachbui. Wauw. Dat is wel heel erg leuk. Om mensen even uit hun comfortzone te halen. Gedaan, van kom mensen, we gaan even met z'n allen even klappen. Iedereen ligt gelijk in een deuk. Ja. Je bent met z'n allen iets aan het doen. Het is net als het springen. Het geeft energie. Het haalt mensen even uit hun comfortzone. Iedereen doet mee. En iedereen praat er daarna over. Ja. En van wat hebben we nou voor geks gedaan. Dat is echt een middel. Ja, je moet even gewoon even durven. Je moet gewoon even het voortouw durven nemen. Van, kom, we gaan even wat doen. Ja. We gaan eventjes gek. Even heel kort, en je hebt een minuut, nou, een minuut uitleg en een minuut om het te doen. Ja. En oké, dat was het. Ja. Yay! Yay. Nou, ik denk wel dat mensen denken, oh, dat je hebt altijd iemand die zegt, ja, dat was raar. Ja, klopt, dat is uit je comfortzone. Maar dat is misschien dan wel leuk om dat erbij te vertellen. Als je dit raar vond, prima. Prima, is een goed teken. Geslaagd. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen heel hard lachen. Ja. Ja. En aan jou ook nog een laatste vraag is... we struggelen al een beetje in die zin, een positieve zin ook, van wat staat Host Transform nog allemaal te wachten, wat voor golfbeweging brengen we op misschien wel vier dimensies in werking, op persoonlijk, team, groep, community, organisatie, misschien wel maatschappelijk niveau. Wat als mensen denken, ja, waar gaat het over? Waarom zouden zij de training mee moeten doen vanuit jouw belevingswereld? Om de sessies te hosten? Ja, om de sessies zelf te hosten in hun werkcontext. Omdat ze daarmee het mogelijk kunnen maken dat in hun eigen netwerk, waar ze dan ook werken of zijn, hè, zoals ik hier als ZP'er wel eens bij Seeds to Meet kom, dat ze iets voor het netwerk kunnen betekenen om dat te begeleiden, om te zorgen dat die energie door de groep heen gaat, door de cultuur heen gaat, dat dat dus meerwaarde geeft, dat mensen verbindt, dat er energie ontstaat, dat het vitaal is voor dat mensen vitaler worden ervan, maar het haalt ze ook even uit het reguliere stramien en zorgt ervoor dat er even een fris windje waait, waar mensen over praten, waar mensen over napraten. En het is prachtig als je dat durft, want ik geef toe, het is even jezelf over iets heen zetten. Ja. Van, moet ik dan opeens, en dat is natuurlijk nog moeilijker met bekenden, als je namelijk in een stramien zit met een organisatie, om dan opeens het voortouw te nemen, dat is hartstikke spannend. Aan de andere kant, je bent niet de enige. Hoeveel practitioners zijn er nu? 70 plus. Ja, precies. Dus we gaan al richting 100. En je kunt ook roleren natuurlijk. Stel, wij werken in dezelfde organisatie. Precies. En ik ga bij jouw team faciliteren en jij bij mijn team. Juist. Dan hoor ik ook nog eens wat er in dat andere team gebeurt. Ja. En het is fijn als je een maatje vindt die je wil helpen, die misschien niet de sessies geeft, maar die kan helpen met werven van het enthousiasmeren van de mensen en van wanneer het dan is. Dat je dat niet allemaal alleen hoeft
hoeft te doen. Dat je echt kan focussen op het geven van die verbinding. Maar dat het levert jezelf namelijk ook op. Want ik moet eerlijk bekennen, dat is dan weer mijn ego. Ik vind het gewoon een kick om de sessie te geven. Want ik krijg heel veel energie. Omdat ik zie wat er met de mensen gebeurt. Die impact die je kan hebben. En dat is niet... het is niet... dat ik dat veroorzaak, maar dat dat proces begeleid is natuurlijk super domino effect. Dat is fantastisch leuk om te zien. En dat mensen dat wat met mensen doet. Ja. Dus ja, ik denk dat je een hele grote beloning voor jezelf, als je dat mag doen. En ik denk ook dat je met een hele grote glimlach dan naar huis liefst fietst natuurlijk. Ja. Het geeft je gewoon echt even een oppepper voor jezelf, maar ook voor je organisatie. Ja. Dus je zit echt even in een high dan, hè? Dat, wel vaker als ik eraan denk. Yes. Mensen me hebben gebeld. Yes, ik heb het net gedaan. Dat en ik ben... Een meisje is trouwens van de fiets gevallen omdat ze zo enthousiast was. Echt letterlijk. Het geeft je natuurlijk als stresscounselor. Dan herken ik het proces. Je krijgt een enorme adrenaline kick. Ja. Want ja, je staat er wel en je moet dat begeleiden, goed uitleggen. Maar ja, dat heb je natuurlijk met iedere vorm van training. Ja. Het leuke is dat je dan op een gegeven moment... Het gaat vanzelf. Want mensen willen meedoen. Het is toch... We zijn sociale wezens. Mensen willen met elkaar solidair, verbinden. Ja, als iemand echt niet wil, dan, dan doet hij ook niet mee. Als je een echte nee-zegger, dat is lastig. Die komt misschien een andere keer. Niet iedereen is early adapter. Hè? Dat zijn de 20%. En als je die hebt gehad, dan komt de rest. Dan wordt het weer een status quo. Dan komt de rest erop precies. af. Precies, doe ook eens dat mee. Is onze kleine missie. Schiet me net nog een andere vraag te binnen. Ja. Wat was het nou? We hadden het over die impact. Ja. Dit kunnen we even uitknippen hoor. Stom. Mijn hersens gaan naar alle kanten op. Oh ja. Nou, nog een andere leuke vraag die ik heb meer. Is, ik ben nu in gesprek met een ministerie. Ik zou nog geen titels benoemen, want het is nog niet rond. En een beleidsmedewerker is super enthousiast. Ze heeft ook sociale innovatie in de portefeuille. En ze werkt voor gezondheidszorg. Dus... ze zeggen dan vol trots, onze secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar van het ministerie, die is een toffe gast, die wil ook echt de verbinding leggen met buiten, dus buiten het ministerie. Dus zij gaan nu ook naar Philips toe, naar allerlei multinationals om daar de verbinding te leggen, met het stukje gezondheid en techniek in dit geval. En toen legde ik deze sessies voor, zij is helemaal enthousiast. En toen liet ze me daarna nog weten van, maar yes, wij zijn wel beleidsmedewerkers. Wij staan in principe nooit voor groepen. En zij vindt dat geweldig hoor, voor groepen staan. Maar gewoon heel puur sec. Dat zit niet in hun portfolio. Nee. Dus toen dacht ik, wow, dit moet ik dus ook nog eventjes uitleggen. Dat het niet de bedoeling is dat je nu fulltime trainer wordt die iedere dag sessies geeft. Nee, een sessie duurt eigenlijk de beste sessie die gewoon 20 minuten. Trek er een half uur voor uit. Het kan 3 uur. Je kan echt een hele workshop van maken natuurlijk. Maar je kan... Het leuke is juist als je het regelmatig doet en gewoon een sessie houdt. En dat doe je erbij. Ja. Dat is gewoon... En het is ook niet zo van, we zijn beleidsmedewerkers. Tuurlijk, maar het is niet gezond om 8 uur non-stop in je hoofd te zitten. En er zijn altijd wat beleidsmensen die naast hun werk ook coach zijn op het hockeyveld. Of die aan theater doen. Het leuke is, dat weet je nu niet. Maar straks heb je een sessie gedaan en dan weet je al dat soort dingen van mensen. Ja. En dan kom je dus achter hele verrassende dingen. Ja. Dat iemand dus misschien in zijn vrije tijd wel cheerleader is, bij wijze van spreken. Er zijn gewoon heel veel mensen die wel heel sociaal zijn. Ja. Ik bedoel, als jij beleidsmedewerker bent op het gebied van sociale zaken, zeker weten, heb je vanuit die sociale betrokkenheid die je hebt, zijn er waarschijnlijk ook hele leuke hobby's waar je wat mee kan. Ja. Veel mensen hebben kinderen, die zijn ook speels. En dus, stel jouw core competentie of je profiel is beleid schrijven over onderwerp X. Mm. Je kunt natuurlijk ook crowdsourcend, kan dat ook nog je kernbusiness competentie tegemoetkomen. Dus het is niet een losstaand iets, totaal niet relevant. Ik denk juist dat het wel goed is als je... Ik weet dat ik heb zelf ook bij de overheid gewerkt. En de beleidsmakers waren erg denkers, een aantal daarvan. Maar juist, kom even uit dat hoofd. Dat is juist leuk. Dat is juist even uit je comfortzone gaan en iets nieuws erbij gaan doen. Maar wat ik al zei, misschien hebben ze daarnaast naast dat werk ook nog wel feeling daarmee. En dan is het ook heel lekker. En het leuke is, als je meerdere mensen daarvoor opgeleid hebt, kun je dat gewoon rouleren. Ja. En
dan hoeft ook niet één iemand gewoon iedere keer dat te organiseren. En qua tijd, het kost amper tijd. Ja, precies. En dat zet me ook nog aan het denken, er was laatst ook iemand van een bank die daar toevallig ingerold is, 10 jaar geleden via een traineeship. En die zei, en ik herinner nog een oud en nieuw dat we daar improvisatietheater deden met z'n allen. Want ja, daar had ik het over, dat is ook mijn passie. Ja. Dat zie je ook alweer terug in mijn werk, zo hier en daar. Ja. En hij zei echt, dit was echt het hoogtepunt. Want met mijn collega's konden we dat doen. We konden ook nog een performance neerzetten. Ja. En dat ik dacht van, wauw, hoe vet zou het zijn als je dat gewoon kan integreren. Dan hoeft dat niet op dat ene personeelsuitje. Met kerst. En dan wordt gelegitimeerd dat het gek mag zijn. Ja, en je kan het gewoon zelf doen. En het kan vanuit je eigen organisatie komen. En performance omhoog krikken. Ja, omdat er ook veel meer gunfactor naar elkaar wat hoger. Er is meer sociale cohesie en interactie. Omdat je met elkaar iets anders hebt neergezet dan alleen maar dat beleid, wat toch altijd serieuze zaken zijn. Ja. Maar eventjes met elkaar toch iets neerzetten wat anders is. En er zijn ook hele leuke theateroefeningen in de Host Transform. Ja. Dus vertellen van verhalen. Nou, die beleidsmakers die schrijven veel. Maar vertel nou eens samen een ander verhaal. Wie leest dat? Wie leest al die stukken? Hè? Dat is ook wel eens een test gedaan om er gewoon een dierennaam tussen te zetten of het opviel. Nou. Sommigen hadden het niet eens gezien dat de eenhoorn ergens tussen die teksten stond. Dus blijft het ook echt hangen. Is het kennisdeling, gaat het nog wel op een papiertje überhaupt? Ik denk dat ze heel veel zouden kunnen winnen door gewoon het kennis uitwisselen. De laatste ronde van de sessie. Ik denk dat ze daar heel veel extra's uit kunnen halen. Ja, en kennis bouwen ook. Dat zei laatst iemand. Nieuwe kennis komt eruit voort. Ja, echt een synergie. Oké, Mirjam, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vind het ook super leuk om te horen hoe enthousiast jij bent. Ja. En het inspireert mij weer ook vooral om door te gaan. Heel goed. En ik hoop ook dat we straks samen gewoon staan te shinen in meer organisaties. En als mensen interesse hebben om mee te doen. Nou ja, Host Transform. Host met een tweetje en dan transform.com. Daar kun je inschrijven op de nieuwsbrief. En dan krijg je zelf de data toegestuurd wanneer de sessies zijn. Die zijn gratis, dus je mag no strings attached, mag je meedoen. En uiteindelijk hopen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen te kunnen trainen om deze olievlek nog groter te maken. Goeie deal. Goeie deal. Check.